Welkom bij de 11e aflevering van De Tafel van. Hermine Deurlo heeft 14 jaar bij het Willem Breuken collectief gespeeld op saxofoon. En werd door Willem Breuken persoonlijk zelf geplaagd met een harmonica, want dat vond je eigenlijk ook hartstikke leuk. En inmiddels zijn we een paar jaar verder en je hoort het tot, met 5 cd's achter de kiezen, hoor je tot een hele grote namen op de jazzharmonica. Want die wereld is heel dun gezaaid. En we kennen natuurlijk allemaal jazz, middle of the road, Toet Stielemans, maar ja. Jij bent van een hele andere klasse. Dus ik ben heel erg benieuwd, hoe ben jij, je hebt in Amsterdam heb je saxofoon gestudeerd. Waar komt het moment dat je op de chromatische mondharmonica overgaat? Hè? Want in de folk heb je dus heel andere mondharmonica's, hè? Per toonsoort eentje, geloof ik. Ja, je hebt de diatonische mondharmonica, dat is blues, harp en daar zit... Dat één mondharmonica staat in één toonsoort. Ja. De chromatische die heeft dat schuifje. En die heeft eigenlijk alle witte en zwarte toetsen van de piano. Zo'n klepje op soms, zo'n drukknopje. Ja, ik was altijd al fan van Toet Stielemans. Dat ben ik trouwens nog steeds. Ja. Dat vind ik echt de allergrootste. Ja. Maar ik speelde op saxofoon wel solos van hem na. Ja. Maar op een gegeven moment kwam ik in de winkel en toen zag ik die mondharmonica. En die heb ik toen meteen gekocht. Dat bleek de mondharmonica waar Toet Stielemans op speelt en Stevie Wonder. Ja, maar dat is Hohner waarschijnlijk, hè? Ja, je hebt het in allerlei merken, hoor. De chromatische mondharmonica, zoals het heet. Ja. Maar ik speel inderdaad op een Hohner. Want we weten allemaal dat de Beatles ooit bij de firma Bergman in Arnhem nog eens een harmonica hebben gejat. Toen ze net op weg naar Hamburg waren, aan het begin van hun carrière waren. Oh, ja, ja. Maar in de folk zie je dan toch die spelers, die hebben dan zo'n leren riem om. Daar zitten 5, 6 harmonica's in. Ja, of 12, want als je... Als je echt wil, we hebben er 12 nodig natuurlijk. Ja, 12 toonsoorten, dus dat heb je voor iedere toonsoort. Jij bent ook bij Hohner in Trossingen geweest in Duitsland, hè? Ik word sinds een paar jaar gelukkig door ze gesponsord. Ja, het is nogal een dure grap, mondharmonica spelen. Dat is altijd heel erg belangrijk. Maar dus ik heb daar een workshop gegeven. Je zei net Toet Stielemans, die is nu dik in de 90, geloof ik. Die is natuurlijk ook heel erg naar middle of the road gegaan. Ik vind hem nog steeds ontzettend goed jazz spelen. Ja, natuurlijk. En hij speelt van allerlei stijlen natuurlijk, maar hij wordt dit jaar 91. Moet je het nagaan. Ja. Heb je nog meer namen? Want ik heb uit mijn eigen collectie, dat is echt geen... Dat is Larry Adler. Ja, Larry Adler. Een hele oude naam natuurlijk. Ja, die komt een beetje uit dezelfde tijd als Toet Stielemans. Ja. Maar hij speelde echt meer melodieën, niet zozeer jazz, niet zozeer geïmproviseerde muziek. Hij heeft ook veel die klassiek gedaan, hè, want de concert van Williams en dat soort dingen meer. Dat kan ik tegen jou zeggen, want ik zie op jouw nieuwste cd, Glassfish, daar komt potdorie, mijn jongens Leeuwen had een end voor van Zweedink. Dat had ik nog nooit verwacht. Nee, dat is wat mij betreft helemaal niet raar, want ik kom echt uit een barok gezin. Mijn vader speelde klavecimbal en die speelde dat dus altijd. En ik vond het heel leuk om eens te kijken wat je daar nou mee kan met een jazzquintet. En we hebben er natuurlijk onze eigen versie van gemaakt. Ja, dat mag ik hopen. Ja. Maar zo'n Zweling, de organist van de Oude Kerk in Amsterdam, die heeft geen tijd meer om zijn graf om te draaien. Maar misschien zou hij het ook wel hartstikke leuk vinden. Ik hoop dat hij het leuk zou vinden. Dan hoop je het enorm Zweling-project. Maar het grappige is dat met Willem Breuker hebben we ook een keer een stuk van Zweling gespeeld. Dat had Willem helemaal bewerkt. Ja. En dat klonk gewoon eigenlijk heel, heel nieuw en mooi. Dus, goede muziek is tijdloos. Hè? Ik altijd heb zitten spitten. Kijk, het accordeon en de mondharmonica hebben gemeen dat allebei tongwerken zijn. Hè? Ja, ze komen uit dezelfde instrumentenfamilie. Ja. Want we hebben natuurlijk hier een paar meter verderop heb je de oude fonogramstudio. Daar kwam Johnny Meyer altijd. Speelde alle stijlen natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant, je hebt in Amerika heb je een hele beroemde naam. Dat heb ik in mijn archief gevonden, Art van Dam. Ja, gewoon een Nederlander toch? Dat denk ik wel. Die heeft natuurlijk gewoon Art van Dam geheten. Ja, dat is geen Italiaan, nee. Maar die is heel beroemd geworden met een accordeon. Want dat gaat toch snel en buigzaam genoeg om in de jazz een hele spannende rol te spelen. Ja, je hebt natuurlijk, hoe heet het, Richard? Galliano of zoiets. Ik kwam nog een paar namen tegen. Maar goed, het is nu een vrij bekend jazzinstrument ook, accordeon. Ja, en mondharmonica komen er ook steeds meer. Hè? Ja. Dus, ik heb begrepen dat je zelfs een paar collega-concurrenten in Nederland hebt. Dat was nu. Ja, zeker. Ik zag Wim Dijkgraaf en Jan Verweij. Eigenlijk namen die ik niet ken, maar die zul jij zeker ze zijn allebei. Jan Verweij is al heel lang bezig. Ja. En Wim Dijkgraaf ook steeds meer. En die woont nu in Brazilië. Oh. En heeft hij daar een band. Ja, een hele goede speler ook. En heb je natuurlijk Tim Welvaars. Die woont ook in Hilversum trouwens. Was me ontgaan. Hoe heet hij? Tim Welvaars. Welvaars, dat zou ik graag onthouden. Maar we hebben best leuk contact. En soms als ik iets niet kan doen of een leerling heb die ik niet kan aannemen, dan stuur ik die ook door.
Ja. Dus, ja. Oh, want je hebt ook nog een lespraktijk. Ja, nu eventjes niet, maar dat ging nu even niet. Maar ik heb wel les gegeven. Ja, ja. Op die manier. Ja. Nee, want ik heb verder ook nog wat. Ik heb dan een paar keer Pat Metheny ontmoet, hoe je zijn naam maar uitspreekt. Ja. Die heeft ook graag een mondharmonica. Ja, dat is Grégoire Marais. Ja. En eigenlijk is dat nu denk ik de beroemdste speler. Ah, ja. Nou, op jouw naam. Op mijn naam, nee. Nee, maar Grégoire Marais, dat is echt, die speelde met Herbie Hancock. En, dus dat is een soort nieuwe toetsteam. Want jij doet ook al heel wat grote namen. Hè? Want als ik zie met wie jij allemaal samen speelt, dan weten ze je wel te vinden. Hè? Ja, gelukkig. Leuk is dat. Want je treedt binnenkort op in Utrecht, zag ik, op 8 maart. En ik zag zelfs dat je naar het Knol gaat, naar Stadskanaal. Ja, dat is trouwens een accordeonfestival. Dat is heel erg leuk. Alle accordeonisten moeten daar zeker naartoe gaan. Ja. Dat is op 10 maart, maar het is wel ver weg, het is Stadskanaal. Maar dus en ze wouden, ja, ze wouden één ander instrument erbij. En omdat mondharmonica familie is, mag ik met hun meedoen. Maar. Zeg, je moet wel gaan spelen, want daarvoor kom je. Je hebt Wolfgang Maywart meegenomen, die zit achter de piano. En je hebt je harmonica, die heb je bij je. Dus ik zou zeggen, wat ga je spelen? Wat jullie ik spelen? Ga oktober in het Oosterpark spelen. Dat is een eigen compositie. Dat blijft in de buurt. Ik woonde heel lang aan het Oosterpark, in de buurt daar. Dus, ik snap het, Oosterpark. Succes. Oké, dank je. Thank you.
Nou, dat was dan Hermine Deurlo met een eigen compositie. Oktober in Oosterpark van haar nieuwste cd, die nog maar een paar weken uit is. Nico Brandon, een echte Hilversumse naam. Want volgens mij woon je al sinds mensenheugenis in Hilversum. Maar ik begreep dat je in Amsterdam bent geboren. Ja. 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 Maar ja, jij bent voor mij een heel raar fenomeen, want ik ken je als violist. Maar eigenlijk nog veel meer in de schaduw van het Kuipers Ensemble, maar één deel van het verhaal, dat je componeert. Ja. En ik weet inmiddels ook dat je al 20 jaar dirigent bent van het Purcell Kamerorkest. Dus vertel eens hoe jij je carrière hebt gezien. Want je bent bij Jaap Schreuder opgeleid, hè? Ja. Toen ik op de middelbare school zat, toen in het laatste jaar, kregen we daar een schoolorkest. Dat was heel bijzonder, de HBS hier aan de Schuttersweg. Ja. En ik vond dat zo geweldig, dat ja, daar wilde ik mee doorgaan. Dus ik heb wat etudetjes bij elkaar gezocht en een beetje ingestudeerd. En ik ben naar het conservatorium gegaan. Ja, ik was nog lang niet ver genoeg voor het conservatorium, maar ik mocht op de vooropleiding komen. Ja, ja. Mijn vader die had connecties met Jaap Schreuder, onder andere via, omdat hij radiotechnicus was. Oh. En hij moest dus vaak het Nederlands Strijkkwartet opnemen, waar Jaap Schreuder tweede viool speelde. Ja. En zo ben ik bij Jaap Schreuder terechtgekomen en een fantastisch pedagoog, werkelijk heel goed, ja. En nou ja, ik heb een fijne tijd op het conservatorium gehad. Toen, ik weet nog goed, op een avond kwam ik thuis, ik had orkestklas gehad of zo, en toen zegt mijn vrouw, we waren inmiddels getrouwd al, mevrouw zegt, er staat een advertentie in de krant, er worden muzici gevraagd bij de omroep. Dus wij een sollicitatiebrief opgesteld. En nou, een half jaar later zat ik in het omroeporkest. Dat was bij Leo Driehuis, of zeg ik dat goed? Onder andere, ja, Henk Spruit. Die ja, Henk Spruit, toen nog net. Daar zijn we ook mee bezig in dit programma. Daar gaan we wat te doen, ja. Ja, Henk Spruit. En ik heb daar 7 jaar lang een geweldige leerschool gehad om domweg het orkestrepertoire te leren spelen. Het romantische repertoire. Maar toen werd ik tijdelijk even overgeplaatst naar het Radio Kamerorkest. En binnen 2 seconden had ik in de gaten van, ja, dit is het eigenlijk helemaal. Dat was met Ernst Boer. Met Ernst Boer. Ja. En ik vond het zo geweldig dat ik heb alles in het werk gezet om daar blijvend te kunnen gaan musiceren. Ja, en dat is gelukt. Maar je hebt ook altviool gedaan, viool en altviool. Altviool als hobbyist, hoor. Ja. Want je hebt ook eens een werk voor altviool. Je hebt een altvioolconcert geschreven. Ja, hè? Ja, voor ik moet dus in het Radio Kamerorkest mijn collega Jouke van der Lees. Ja. Die had destijds dat Lestro Armonico. Ja. En was een amateur kamerorkest. Nou, goed, vergevorderde amateurs en mensen die ook een conservatoriumopleiding hadden wel, hoor. Ja, ja. Ja. En we hadden toen een avondje uit en met het radiokamerorkest gezellig. En toen heb ik een strijkkwartetje bij elkaar gehaald. En wat volksmuziek is altijd mijn vreugde geweest. Jouw rode draad. Ja. Ik had wat stukjes gearrangeerd. En nou ja, op die manier is het balletje gaan rollen. Jouke van der Lees vond het ook allemaal erg leuk. Toen heb ik voor hem gecomponeerd een altvioolconcert op thema's van oud Hollandse volksmuziekjes eigenlijk. Zoals Röntgen ooit ook heeft gedaan, hè? Ja, de oud-Hollandse dansen. Ja. En nou ja, en zo is het van het een het ander gekomen. Maar we gaan veel te hard, want ik praat met een instrumentalist en nou zijn we aan het componeren. Hoe is die stap tot stand gekomen? Want dat is nogal wat, hè? Nou, als klein kind componeerde ik eigenlijk al en arrangeerde ik al een beetje. Want ik zat, toen ik nog op de lagere school zat en de middelbare school, was ik heel actief in de volksdanswereld. Aha, ja, en, dan begrijp ik het. Als 4-jarig kindje kreeg ik mijn eerste viool. En toen heeft mijn vader mij een aantal volksdansen in aangeleerd. En als 5-6-jarig kind moet het geweest zijn, heb ik al bij de volksdansgroep staan spelen. En ik vond het ontzettend leuk om te doen. En dat is eigenlijk ook dwarsstand te pakken of niet? Nee hoor, nee. En dat is eigenlijk altijd gebleven. En dat arrangeren van dat soort muziekjes. En die lijn heb ik eigenlijk altijd vastgehouden. Ik ben er alleen steeds meer mee gaan doen. Maar ook het schrijven van muziek voor kinderen binnen de gemakkelijkheidsgraad die daarvoor geldt. Ja. Daar moet je ook een knop voor omzetten, denk ik. Want je bent natuurlijk zelf aan het grote werk gewend. En hoe kun je dan als componist op je hurken gaan zitten, zeg maar, om kinderwerken te schrijven? Nou ja, je weet van wat mogelijk is op een viool en wat moeilijk is voor kinderen. Dus dat zijn allemaal probleempjes die je moet omzeilen als je muziek gaat schrijven voor kinderen. En het is heel vaak zo dat met name volksmelodietjes zijn op zich heel eenvoudig. En dan is de kunst om daar passende begeleidende stemmen bij te schrijven, zodat kinderen dat kunnen spelen.
En ja, daar ben ik eigenlijk al heel lang mee bezig. Ja, ja, ja. Maar schrijf je nog steeds voor dat Kuipers Ensemble, dat is een kinderorkest? Ja. En we hebben natuurlijk de Fancy Fiddlers, dat is weer een stapje hoger, hè, met Koosje, ja. Wijzenbeek. Ja, ja, ja. Maar dat Kuipers Ensemble heb ik meermalen zien optreden, dat is ontzettend leuk. Ja. En je hebt daar meerdere dingen voor geschreven, hè? Ik heb zo iedere 2-3 jaar heb ik wel een compositie voor gemaakt. Precies, ja. En het is altijd fantastisch als je hoort hoe ze het uitvoeren. Dat ja, is volmaakt werkelijk. Ja, dat is heel leuk. Ja. Nou, je hebt wat fragmenten meegenomen, ja. Maar je hebt ook iets meegenomen van die Tsjechische suite. Maar dat is, zeg ik dat goed, dat is door een orkest uit Zutphen, zeg ik dat goed? Die hebben dat onder andere gespeeld en Lester Armonico, dus het oudere ensemble van Jouke van der Leest, hebben dat ook gespeeld en die hebben daar een mooie cd-opname van gemaakt. Dus er zijn verschillende uitvoeringen van in omloop. Okay. Ja, want ik zag dat je ook nog een lesmethode bij hebt. En wat ik niet mag vergeten, jouw nageslacht is weer een andere koers ingegaan. Want jouw dochter heeft hier in Hulst op de Noorderweg een atelier waarin violen worden gebouwd, hè? Ja. En die heeft dat in Engeland geleerd, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Maar die instrumenten daar, die liggen daar. Ja, helaas, we weten dus dat je een hele muzikaal gezin hebt. En dat als je naar jouw huisadres rijdt over de Noorderweg, dat je je dochter dan vlakbij het viaduct tegenkomt. Ja. Die een huis en atelier heeft. Nou, wij gaan wat uit die fragmenten uitzoeken. Goed dat je er was. Heerlijk eens een keer neus tot neus met elkaar gepraat te hebben. En we zetten dat muzikaal even voort. Leuk. Dankjewel. Ja, bedankt. Gaan we de agenda doornemen. Ik doe dat altijd met Stephanie Holstegen. We beginnen maar eens laag bij de grond met klassiek. Ja, wie er nog de tijd heeft, die kan vanmiddag naar Hilton in Soesterberg. Het is een rijden weliswaar. Maar het is wel een heel spannend programma met het Isaïe-trio. Met muziek van Dohnányi en Beethoven. Kan je proberen. Maar anders dan is woensdag aanstaande in de Grote Kerk in Naarden. Daar is het Bach Choir met Pieter-Jan Leusink. Dat is een zeer actief muziekondernemer die heel Nederland plat brandt met Matthäus Passione en Requiem van Mozart. Maar woensdagavond dan zingen ze het beroemde Miserere van Allegri. Dat is in vocaal opzicht een buitengewoon spannende zaak. En je kunt van Leusink en zijn makkers zeggen wat je wil, maar het zijn rasmuzikanten die dat werkelijk prachtig neerzetten. Wat ook spannend is, dat is dan de 23e op zaterdag. Dat is in die prachtige Tindal Villa in Bussum.
Een duo cello en piano, maar die spelen muziek van Nederlandse en Belgische componisten. Met name als Injas Lilien heb ik staan, Piet of Otto Ketting, dat heb ik verzuimd om op te schrijven. En de Andriessen familie, dat kan zeer de moeite waard zijn. En zaterdag, dat zit er al in de maand maart alweer, de tweede, heb je in de Grote Kerk in Muiden een ontzettend leuk concert waarin Astor Piazzolla, de beroemde bandionist, die heeft de vier jaargetijden van Vivaldi bij de kop genomen. En wat is nou voor de muzici het leuke? Ze spelen eerst één deel lente van Vivaldi, dan lente van Piazzolla en dan zomer van Vivaldi en dan zomer van Piazzolla. Waarbij, net als bij Luciano Berio, totaal nieuwe muziek ontstaat. Alhoewel eigen beide identiteiten bewaard blijven, maar dat is zeer en zeer de moeite waard om dat mee te maken. En ik denk dat we dan diezelfde dag zal je moeten kiezen, zie ik nu pas. Want in de Heilig Hartkerk in Hilversum, daar is de Christelijke Oratoriumvereniging, pakt een, wat de Engelsen zo mooi noemen, een war horse, Samson van Händel. Nou, dat is voor een koor is dat het leukste om te doen, dat soort Händel-oratoria. En dat gaat dus in de Heilig Hartkerk in Hilversum. En Piet Hoordaar die moet koor en orkest onder bedwang houden en dat zal hem zeker lukken. Nou, gaan we naar de Vorstin, naar jou. Ja, gaan we naar woensdag 20 februari naar Live Comedy Club met Johan van Gulik en Pieter Jouke. Zijn twee best wel bekende stand-up comedians. Het idee van de Comedy Club is eigenlijk dat mensen hier lekker laagdrempelig naartoe kunnen komen. Oh. Niet heel veel moeilijke dingen. Er zijn beginnende cabaretiers en vergevorderden. Dus eigenlijk een mix een beetje over de hele avond. En mensen kunnen daar kaartjes voor kopen aan de deur. En we gaan om 8 uur open en om 9 uur start het hele feest. En dat is hier in het café? Ja, dat is gewoon hier in het café, ja. Okay. En dan hebben we weer de Soul Food met de film Soul Man. Ook voor mensen, als je echt hier naartoe wil komen, echt op tijd komen. Want de laatste parkeren was echt gewoon helemaal vol. Het is gratis, dus het kan lekker. Een aanbeveling te meer, ja. Ja. Ja, het loopt heel erg goed. Dus een leuke avond. Eerst de film, de Soul Man. En daarnaast gewoon lekker dansen op oude soulkrakers. Otis Redding en concerten. Ja. Nou, dat kennen een hoop mensen. Ja, het hele feest komt voorbij. Het is echt superleuk. Het is echt een hele leuke avond. En dan hebben we Salsa Dansmatinee. We gaan verder met dansen op zondag 3 maart. Dat is ook gewoon lekker laagdrempelig, gratis entree. En mensen kunnen gewoon heerlijk salsa dansen. Er zijn leraren aanwezig om het voor te doen. En, maar ja, er zijn allerlei niveautjes, dus het maakt niks uit als je het iets minder kan. Maar gewoon gezellig. Nou ja, goed. Dan was dit de 11e uitzending van De Tafel van. En over 2 weken dan hopen we dat u allemaal weer gaat kijken. En dat wordt een programma heel erg leuk over het concertorgel wat ooit in de AVO stond en naar de VARA toe gaat. En we praten met het vioolbouwers-echtpaar Jaap en Annelies Boning. Mensen, tot dan. U kunt ons vandaag de hele dag zien. Maar wie daar geen genoeg van heeft, die kan vanaf morgen, kan die op www.rtihilversum.nl en ook via YouTube kan die het programma tot in lengte van dagen bekijken. Tot ziens, maar een prettige dag verder.